veiligheid. Ook bij ons in Europa zijn we na de recente aanslagen in Parijs en Brussel tot de conclusie gekomen dat het twee begrippen zijn die we niet vanzelfsprekend mogen vinden. We leven in woelige tijden waarin het meer dan ooit nodig is om het overzicht te bewaren, analyses te maken en doordacht en duurzaam maatregelen te nemen. Ook het afgelopen jaar heeft het Vlaams Vredesinstituut ingezet op gedegen analyses en advies. Een doorslag daarvan is te lezen in hun jaarverslag, dat voor het eerst in een thematisch overzicht werd gegoten. 2015 was ook het jaar waarin het Vredesinstituut een nieuwe voorzitter kreeg. Nelly Maas mocht de fakkel doorgeven aan voormalig onderwijstopvrouw Mieke van Hekke. Mevrouw van Hekke, met haar ervaring is zeer goed in het smeden van compromissen. Mensen de vrijheid te laten om hun mening te zeggen en daar toch toe te werken dat men tot een compromis komt als het over adviezen gaat. Dus dat is een persoonlijke kwaliteiten van haar. Ze brengt ook heel veel ervaring mee. Van het onderwijsveld, niet zozeer over buitenlandse politiek, maar ik denk dat dat nuttig is voor onze werking. Zeker ook in de combinatie met Rick Rochtus, de ondervoorzitter, die dan iets meer internationaal politiek geaxeerd is. Dus ik ben er zeer blij mee. Intussen bereidt het Vlaams parlement een herziening van het wapenhandeldecreet voor. Als het van het Vlaams Vredesinstituut afhangt, moet daarbij bijzondere aandacht worden besteed aan conflictpreventie en het onhold beleid naar gevoelige bestemmingen. Verder zet de instelling nog steeds zwaar in op het onderzoek naar illegale vuurwapens. Dat is een zeer moeilijk onderzoeksdomein, omdat het eigenlijk natuurlijk een verdoken domein is. Illegale markten bestuderen is altijd moeilijk. Illegale vuurwapenmarkten bestuderen is nog een beetje moeilijker. Dus dat is zeker een gegeven waar je rekening mee moet houden. We proberen nu meer en meer toegang te zoeken tot federale diensten, zoals onder meer onder justitie, om daarin een soort samenwerking te gaan waar we de bestaande informatie zoveel mogelijk helpen te ontcijferen en betekenis te geven aan die gegevens die er zijn. En anderzijds ook te ondersteunen in de toekomst beter omgaan met gegevens om daar nadien betere analyses op te kunnen maken. En dan waren er nog de aanslagen in Parijs en Brussel, die een behoorlijke impact hebben gehad op het werk van het Vlaams Vredesinstituut. Het is een gamechanger geweest. De situatie is nu anders, omdat het ineens bij ons gebeurd is. Nu, als het in Parijs gebeurt of in Londen gebeurt, is het ook erg, maar je voelt dat de politieke aandacht hier ineens toeneemt. Nu, vanuit onze bevoegdheden en onze Vlaamse inbedding gaan we niet het harde aspect van terreurbestrijding waarnemen. We moeten op de preventie inzetten en op radicaliseringsproblematiek. Dat doen we al een geruime tijd. En dat is vooral een zaak van vooral de eigen samenleving toch te kijken. We mag niet vergeten dat de mensen die daden plegen tot nu toe, en zeker die in Brussel, eigenlijk homegrown zijn. Dat zijn jongens van hier, of dat we dat graag hebben of niet. Ik denk dat er een grote uitdaging zit in de eigen samenleving en wat we in de eigen samenleving doen, goed tegen de loep te houden. Samenlevingen mee te faciliteren. Aandacht, dank u wel en wens ik u bijzonder veel succes. Ha, dat is, ik kan dat niet, het jaar is nog bezig. Dat men het onderzoek dat we gedaan hebben en het advies die geven, dat men dat effectief gebruikt heeft en vertaald zit. Bijvoorbeeld in dat decreet, dat men ons daar gekend heeft en ook geluisterd heeft, dat zou fijn zijn. Dat men in het radicaliseringsbeleid ook effectief het nuttig vindt wat we aanleveren. We zijn daar bezig op lokaal niveau dingen te bestuderen, hè, dat men daar iets aan heeft. En voor de rest dat we ook als organisatie een aangename organisatie kunnen zijn waar mensen graag werken en waar iedereen zichzelf kan ontplooien. Dat lijken mij drie mooie dingen voor 2016.